Goedemorgen allemaal en welkom. Als intredelied zingen wij lied 306, Een mens te zijn op aarde. 306. Te zijn op aarde in deze wereldtijd, dat is de dood aanvaard, de vrede, de strijd, de dagen en de nachten, de honger en de dorst, de vragen en de angsten, de kommer en de koorts. Zoals altijd eet God ons welkom in zijn huis, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vandaag de eerste zondag van de vasten. De bedoeling is 40 dagen na te denken over de essentie van ons leven, over de keuzes die we maakten. Als we even terugkijken naar ons leven, zien we wie we geworden zijn doorheen alle gebeurtenissen van de afgelopen jaren. Achteruitkijkend, diep in ons hart, zien we dat we op sommige momenten misschien wel verkeerde beslissingen hebben genomen. Dat we onze keuze om als christen te leven niet hebben waargemaakt. Tijd dus om alles nauwkeurig onder de loep te nemen. En dan kunnen we, verantwoord, weer verder. Ook Jezus deed dit voor de aanvang van zijn openbaar leven. Kijken naar zijn voorbije jaren en zich bezinnen op de taak die hem door de Vader is gegeven. Maar ook voor hem verloopt die bezinningstijd niet gladjes. Via bekoringen moet hij zijn trouw aan zijn zending bewijzen. Moet hij de weg die hij heel bewust wil gaan, serieus overdenken. Met alle consequenties van dien. De vasten is ook voor ons de tijd om op bepaalde punten bewust anders te gaan leven. Om sleur en gemakzucht te trotseren en te groeien naar een nieuw en een beter leven. Een leven zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. Zoals Jezus... Als kyriale nemen we nummer 36. Zoals Jezus moeten ook wij op weg gaan door de eentonigheid van de woestijn en de beproevingen van elke dag. Omdat wij aan bekoringen niet altijd kunnen weerstaan, vragen wij God en elkaar om vergeving.
omdat wij te weinig geloven in gelijke kansen voor elke mens en in uitgestoken handen. Maar we geloven nog steeds, zoals zoveel, in het recht van de sterkste en in de taal van macht en geweld. Omdat wij vaak gedachteloos meedraaien in een wereld van prestatie en elk voor zich, en wij zo onverschillig voorbijgaan aan mensen die dit ritme niet kunnen volgen. Terwijl wij aanzitten aan een rijk gevulde tafel en in de winkel vaak niet weten wat kiezen, sterven ook vandaag nog miljoenen mensen van honger en dorst. Omdat wij broederlijk delen te weinig in praktijk brengen. Heer, onze Heer, ontferm u over ons. 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 God, leer ons de anderen waarderen en vooral respecteren, omdat zij, net als wij, uw kinderen zijn die gij onvoorwaardelijk lief hebt. Amen. Laten wij dan bidden. Goede en betrouwbare God, bij het begin van deze 40 dagen tijd vragen wij u om moed. Moed om te durven zien wat onrechtvaardig is. Moed om te kiezen voor soberheid en solidariteit. Moed om zelf de weg van bekering te gaan en steeds meer de mens te worden zoals gij voor ons hebt gedroomd. In navolging van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Op de zondagen van de 40 dagen tijd belicht de eerste lezing telkens de grote momenten van Israëls heilsgeschiedenis. Vandaag horen we een verhaal uit het boek Genesis over het verbond van God met Noé en met alle levende wezens. Ook in de tweede lezing uit de eerste brief van Petrus is er sprake van Noé en de zondvloed. In het evangelie horen we dat Jezus 40 dagen in de woestijn doorbrengt en er op de proef wordt gesteld. Luisteren we nu naar die lezingen uit de Heilige Schrift. Eerste lezing. Lezing uit het boek Schepping. Toen God zag hoezeer de boosheid van de mensen op aarde was toegenomen, was hij er zeer verdrietig om. Hij zag hoe hun verlangen de hele dag uitging naar het kwade. En hij kreeg spijt dat hij de mens had gemaakt. En God sprak tot Noa: bouw een ark en ga met heel uw gezin erin. Want gij zijt de enige die in mijn ogen rechtschapen is.
Ik ga alles wat bestaat, al wat ik gemaakt heb, van de aarde wegvagen. Noah deed zoals God hem bevolen had. Hij trok in de ark samen met zijn gezin. Hij nam ook één paar van elke diersoort mee. Daarna deed God de deur achter hem dicht. Toen kwam de vloed over de aarde. Het water steeg en tilde de ark op. En al wat op de aardbodem leefde, vond de dood. Na 40 dagen hield de regen op en het water zakte langzaam van de aarde weg. Na verloop van 40 dagen ging Noah met zijn gezin naar buiten en ook alle dieren verlieten de ark. Toen bouwde Noah een altaar ter ere van God en droeg brandoffers op. Dit was God zeer aangenaam. En hij zei tot Noah en zijn zonen: ik ga met u een verbond aan, dat het leven op aarde nooit meer door het water vernietigd zal worden. Nooit meer zal een vloed de aarde verwoesten. En God zei ook nog: het verbond dat ik sluit met u en met al wat leeft, blijft voor altijd van kracht. Als teken van dit verbond tussen mij en de aarde, zet ik mijn boog in de wolken. Wanneer ik de wolken samendrijf en de regenboog zichtbaar wordt, zal ik denken aan het verbond tussen mij en u en al wat leven heeft. Nooit meer zal er een watervloed komen die al wat op aarde leeft zal vernietigen. Tot zover deze eerste lezing. Als tussenzang zingen wij lied 328, Broeders die op uittocht gaan, 328. En als vers voor het evangelie 3c. Slaat, eeuwig zult jij komen.
Tweede lezing. Lezing uit de eerste brief van de apostel Petrus. Vrienden, Christus is eens voor de zonde van allen gestorven. Hij, de rechtvaardige, is voor de onrechtvaardige de dood ingegaan om ons tot God te brengen. Zijn lichaam wordt gedood, maar zijn geest leeft. Daar hij uit de dood ten leven is gewekt. In de dagen dat Noah zijn ark bouwde, waren de mensen weerspannig. Hoewel God in zijn goedheid geduld had getoond. Slechts zij die in de ark waren, werden uit het water gered. Het waren niet meer dan 8 mensen. Dit is een voorafbeelding van het doopsel. Want ook gij zijt door het doopwater gered. De bedoeling van het doopsel is niet iemand lichamelijk zuiver te maken, maar wel de mens met een goed geweten te verbinden met God. In dit hebben wij te danken aan de verrijzenis van Jezus Christus, die ten hemel gevaren aan de rechterhand van God zit. Zij met u. Wij lezen uit het evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Na zijn doopsel in de Jordaan ging Jezus gedreven door de geest naar de woestijn. Hij verbleef er 40 dagen, terwijl hij door de Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde te midden van de wilde dieren en engelen droegen zorg voor hem. Toen Johannes de Doper gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea en verkondigde de blijde boodschap van God. En hij zei, de tijd is vervuld, het rijk van God is nabij, bekeer u en geloof in de blijde boodschap. Tot zover deze woorden uit de blijde boodschap van Marcus. Beste medegeloofgen, in de eerste lezing van vandaag zegt God, ik zet mijn boog in de wolken, dit zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Die boog is een beeld van de regenboog, een natuurverschijnsel dat de meeste van ons al van in de kindertijd aantrekt. Het gaat immers om een prachtig kleurenspectrum waarin rood, geel, oranje, nog verschillende kleuren in elkaar lijken over te vloeien en toch hun eigenheid bewaren. En die natuurpracht verbindt twee punten met elkaar die immens ver van elkaar verwijderd zijn. Zo is God voor eeuwig met alle mensen verbonden, want zijn verbond blijft duren. Ook wanneer de mens het verbond niet naleeft en een totaal verkeerde weg ingaat, blijft God trouw aan dit verbond. En die trouw heeft ook Jezus. Hij wordt door de geest de woestijn ingedreven en hij wordt daar omringd door wilde dieren, door de duivel op de proef gesteld. En welke zijn nu de verleidingen waarmee de duivel Jezus overvalt? De verleiding om zijn goddelijke macht te misbruiken, om een succesprofeet te worden, om te heersen over de aarde, om het kwaad in zichzelf te verheerlijken en te aanbidden. Maar wat de duivel ook probeert, de trouw van Jezus aan zijn zending van liefde,
vrede en gerechtigheid is onaantastbaar. Misschien zijn wij ons daarvan niet bewust, maar ook wij zelf en alle mensen worden, net als Jezus, in de woestijn van het leven verleid door de duivel. De dieren van hebzucht, van egoïsme, van onverschilligheid. De dieren van heerszucht, van geweld, van machtsmisbruik. Wij zien hoe de rijken de armen uitbuiten, hoe heersers hun eigen volk bedriegen, van vrijheid beroven, vernederen, soms ook vermoorden. En hoe gaan wij om met die wilde dieren in onszelf? Jezus wijst ons vandaag daar de weg naartoe. Bekeer u en geloof in de blijde boodschap. En zich bekeren wil zeggen, zich omkeren. Niet langer de weg gaan van zelfzucht, van vreedheid, van eigen belang, maar wel geloven in die blijde boodschap. En de blijde boodschap, dat is Jezus zelf. Als we hem zien, zien we het beeld van God als mens onder de mensen. Jezus die de weg aanwijst die wij moeten gaan, dat is de weg van liefde, van vrede, van hulpvaardigheid, van aandacht voor elkaar. En daartoe worden wij in deze 40 dagen tijd nog meer dan anders opgeroepen, dat we zouden leven als echte christenen die Gods weg willen gaan. Dat we niet zouden kiezen voor egoïsme, voor kwaadsprekerij en zelfbeheersing, maar voor een eerlijk leven dat openstaat voor armen, voor zieken, voor de problemen in onze maatschappij en in de wereld. Dat we ons niet zouden overgeven aan de ziekte van deze tijd, dat is onverschilligheid, zegt onze paus Franciscus. Geen onverschilligheid, maar wel verbondenheid. En daarop roept broeder Oekdeele ons op. Help honger de wereld uit, is de slogan van dit jaar. En honger is er in onze wereld en niet een beetje. Dit jaar gaat de aandacht naar Oeganda, een Afrikaans land waar het eigenlijk goed zou moeten zijn om te leven, maar waar heel veel mensen honger lijden en een onmenselijk bestaan moeten leiden. Zusters en broeders, God de Heer zegt, ik zet mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. En zijn boog van het verbond geldt voor eeuwig. Het zou goed zijn als ook wij onze boog in de wolken zouden plaatsen. Die boog die ons verbindt met God en met de mensen dichtbij en veraf. En in deze 40 dagen tijd speciaal met Oeganda. Als gelovige mensen zijn we ook vandaag hier weer samengekomen om te vieren, om te bidden, om te danken. Laten we nu opstaan en dat geloof uitspreken. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de vereistenis van het leven en het eeuwige leven. Amen. En laten we ons nu biddend richten tot God, die ter hulp komt aan al wie het hem vragen. Bidden we voor al onze wereldleiders en voor hen die de spelregels van de economie bepalen. Dat ze ook luisteren naar de stem van de armen.
en hun macht gebruiken om goed te doen. Laten wij bidden. In ons genade, laat komen uw rijkwinden gerechtigheid. Bidden we voor allen die ronddwalen in de woestijn van het leven. Voor hen die de toekomst met bange ogen tegemoet zien, omdat ze zonder werk zitten, ziek of behoeftig zijn. Dat zij mensen mogen ontmoeten die hen nabij willen zijn en moed geven. Laten wij bidden. Luister, Heer, wees ons genade. Laat komen uw rijk en zijn gerechtigheid. Bidden we om geloofwaardigheid van het Rijk Gods hier op aarde. Dat er mensen mogen opstaan, hoog en laag, die zichzelf op het spel durven zetten om, in naam van het evangelie, anderen de vreugde van bevrijding aan te bieden. Laten wij bidden. Luister, Heer, wees ons genade, laat komen uw rijken zijn gerechtigheid. Bidden we voor onszelf, dat wij niet afgestompt geraken, dat we ons gevoel voor rechtvaardigheid niet verliezen, dat wij de handen ineenslaan om het geproduceerde brood broederlijk te delen. Laten wij bidden. Luister, Heer, wees ons genade. Laat komen uw rijk en zijn gerechtigheid. Ook bidden wij voor onze dierbare overledenen, die ons met het teken van het geloof zijn voorgegaan. In deze viering gedenken wij Edouard Spiesens, ouders, schoonouders en familie. We bidden voor de familie Kallaert-Skeppens, Paul van Achter, Hofmans. Het wordt opgedragen als jaarwis voor Gaston Plettings en voor de overleden familieleden van Plettings, Dalemans en Moernout Suikens. En dit viering wordt ook opgedragen als jaarwis voor Anita de Smet. Ook bidden wij voor Jos de Prins die overleden is en waarvoor de uitvaartdienst plaats heeft deze week vrijdag om 11:30 in Kallevoort. Mogen al onze dierbare overledenen in vrede rusten. Laat ons bidden. Luister, Heer, wees ons genade. Laat komen uw rijk en zijn gerechtigheid. Als offerandelied zingen wij lied 309. Zo spreekt de Heer. 309.
durf ik uw vasten niet vertrouwen. En durf uw vasten niet vertrouwen. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Bid dan, zusters en broeders, dat ons offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Mogen de Heer die offer uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons, van geheel zijn heilige kerk. Amen. God van liefde, de overvloed en de schoonheid van uw schepping overweldigen ons telkens weer. Mogen uw vrijgevigheid ons tot voorbeeld strekken, zodat we brood delen met hen die honger hebben en ons niet afschermen voor wie in de kou staat. Wij bieden u deze gave aan, omdat we niet zouden vergeten dat ze bedoeld zijn als voedsel voor alle mensen, als een feestmaal voor iedereen. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Barmhartige en eeuwige God, om u te verheerlijken en om zelf geluk en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Elk jaar opnieuw roept gij ons op gedurende 40 dagen ons voor te bereiden op het feest van Pasen. Gij verlangt dat we met een zuiver hart naar u toekomen, met meer aandacht bidden en u opzoeken. Gij verwacht van ons een grotere bereidheid in liefde tot de naaste, door broederlijk te delen. Gij vraagt van ons soberheid, boete en vasten, en dat wij vrij van egoïsme ons blijven beperken tot het noodzakelijke. Zo voorkomt gij dat we overmoedig worden of onszelf iets aanmatigen door dagelijks te delen met hen die in ontbering leven. Zo doen wij niets anders dan wat gij in uw mildheid ons hebt voorgedaan. Gij zijt ons toch in alles nabij gekomen, vooral in Jezus, uw Zoon. Daarom, samen met allen die staan voor uw gelaat, zingen u toe met de woorden. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Stort dan uw gaven uit stort uw geest uit, opdat ze deze gaven worden tot uw lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit, gaf hem aan zijn leerlingen met de woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed,
dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken. En verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis in dag te God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. En wij danken u, omdat u ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat we door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, een eenerig volk, met Franciscus onze paus, onze kardinaal en al onze bisschoppen en allen die uw heilig dienstwerk verrichten in de kerk. Gedenk ook onze zusters en broeders die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, al onze dierbaren afgestorven, draag wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. En wij vragen u, ontferm u over ons allen, omdat we tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de apostelen, met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwige leven delachtig te zijn en uw loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem. Amen. Zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader. Amen. In de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Willen wij nu opstaan en samen met onze Vader bidden? Laat ons bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schulden. Maar verlos ons van het kwade, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid, in eeuwigheid. Kwaad leeft niet alleen buiten ons, maar ook onder ons en in ons. Daarom bidden wij om vrede tot hem
die beproefd werd in het hart en nieren, maar het kwade wist te weerstaan. Heer, versterk de band tussen ons en u en maak van ons vredestichters, opdat uw rijk komen. En de vrede van de Heer zij dan ook met u allen. En we geven elkaar ook een teken van vrede en verbondenheid. Ontferm u over ons. Ontferm u over ons. Wie belust zijn op rijkdom of macht, of zij die met een hart van steen hebben, zendt hij een met lege handen. Maar wie honger heeft, overlaat hij met gaven. Zie hier dan het Lam Gods, dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat ge tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam van Christus, beware ons ten eeuwige leven. Amen. Als communielid zingen wij lied 303, Uit diepten van ellende. 303. Mijn ziel verwacht van u verlossing. Mijn ziel verwacht van u verlossing. Verwacht van u verlossing. Laten we het u even stilmaken voor een korte bezinning. Jezus is vanuit de woestijn naar de dorpen en de steden gegaan met een blijde boodschap. God ziet je gaarne zoals je bent. Je hoeft niet volmaakt te zijn. Je mag een zondaar zijn. Je mag een mislukkeling zijn. Je mag klein en onbelangrijk zijn. God houdt van jou en blijft je liefhebben tot over de dood heen. Zo'n boodschap brengt geen machtsapparaat teweeg. Het blijft bij een schuchter doorbreken in het hart van enkelingen. Met broze tekenen van genezing vertelt hij over zijn vader en hoe die kan liefhebben. Sommigen die oren hebben om te horen, luisteren. Het is als een verborgen lente die in het donker van de aarde de krokus naar het licht duwt. En in de naakte bomen onzichtbaar een sapstroom op gang brengt. Onze eigen kleine vasten is geen woestijn, geen zak en as, geen boetekleed.
onze eigen kleine vasten, is zijn boodschap horen en ja zeggen. Onze eigen kleine vasten is ontdekken wat we voor elkaar kunnen betekenen als we met elkaar op weg gaan en toekomst mogelijk maken. Dat besef werkt als een sapstroom die onzichtbaar op gang komt in de naakte takken van een samenleving van ieder voor zich. Onze eigen kleine vasten is een beetje outsider geworden in die samenleving, maar helpt ons te ontdekken hoe kostbaar we zijn voor elkander. Laten wij dan bidden. Jezus, gedreven door de Geest, zijt gij naar de woestijn getrokken, 40 dagen lang. 40 dagen vol kwelling door de Satan, maar zeker ook dagen van vasten en van diep en intens gebed. Schenk ook ons, uw Geest, opdat we tijdens deze 40 dagen tijd klaarder mogen zien hoe wij kunnen meewerken aan de opbouw van uw Rijk. Leer ons zien en geloven dat gij steeds met ons zijt en blijft. Leer ons vertrouwen op u, ook al maken wij moeilijke en weinig opgevende tijden door. Leer ons zien dat gij ons draagt als wij onze inspanningen voor een nieuwe wereld van geloof, hoop en liefde. Amen. Elke donderdag van deze 40 dagen tijd is er 's avonds hier in deze kerk om 7 uur een vaste bezinning, waarop we u dus ook heel hartelijk uitnodigen. Donderdagavond om 7 uur. En willen we nu opstaan voor Gods zegen en zending. Goede vrienden, laten wij van hier in vrede weggaan in het besef dat de woestijn een stuk realiteit is in ons leven van elke dag. Mogen de barmhartige God ons daar genadig nabij zijn met zijn zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En gaat nu allen een in vrede. Ik wens u allen nog een fijne zondag toe.